Goedemorgen, het is vandaag maandag 16. Toch? Ja, 16 januari. Op een of andere manier voelt het voor mij alsof het al weken januari is. Maar ik werd wakker met een update vanuit Ede. Hij is, as we speak, wordt mijn opa geopereerd. En mocht je het gemist hebben, hij heeft dus een infectie en ze gaan nu de wond schoonmaken. Ik denk dat het voor hem wel fijn is dat het erop zit, omdat hij er toch wel tegenop zag. En dit is wel, ja, dan zit het er ook maar gewoon op. Mijn oma gaat daar straks heen. En mijn oom zei al dat hij haar ging brengen, terwijl eigenlijk stond ik voor dinsdag op de planning. Maar ja, alles loopt nu allemaal een beetje anders. Ik heb ook nog even met mijn ouders gesproken, want die zitten natuurlijk in Spanje. Dus dat is allemaal best wel heftig dat die er niet bij zijn. En die hebben ook heel erg getwijfeld of ze naar huis moesten komen. Maar mijn oma heeft ook gezegd van het hoeft niet. Er is nog niks levensbedreigends op dit moment. De chirurg zegt ook het is een veel voorkomend probleem. Dus geniet nou maar. Maar ja, dat is natuurlijk wel heel moeilijk. De timing is echt pittig. Maar dat is even de update vanuit Ede. Ik ga me even aankleden. Oeh, ik heb echt een intense honger, word ik mee wakker. Echt gewoon een pijnlijke honger. Dat heeft me wakker gemaakt. Ik was ook vroeg wakker, want gisteren ben ik ook. Ik lag serieus om 9:30 in bed, omdat ik dacht, nou, ik moet even bijslapen hoor. En nou, dat is gelukt. Maar nu is het dus gewoon ook een lekker lange dag. Lekker hoor, gelijk mijn ritme weer op een rij. Wat zal ik voor mezelf maken? Trap, wat vind jij? Ik ga eerst even de wasmachine aanzetten. Want dan staat hij maar gewoon lekker te draaien. Ik heb een komkommer in dunne plakjes geraspt. En daar heb ik alleen maar slasaus op gedaan. Ik had hier ineens heel erg zin in. Deze, de yoghurt slasaus. Die gebruik ik altijd. Die is echt zo lekker. En ik dacht, ja, die komkommer ligt daar nog. Die schreeuwt mijn naam. En ondertussen heb ik twee eitjes opgezet om te koken. En een broodje in de vriezer. In de vriezer. In de oven. En mijn shake. En dan ga ik eerst even hiervan genieten. En als ik dan zo terugkom. Ik ben dus iemand, ik vind het eigeel niet lekker. Nooit. Ik heb mijn hele leven ook al niet lekker gevonden. Komt rap. Dus ik kook ze altijd hard. En dan eet ik het eigeel niet op. Ik weet niet. Het is gewoon echt. Een klein beetje kan ik wel hebben. Zoals als er dan gewoon een beetje aan blijft zitten, dan ben ik ook weer niet zo dat ik eraf ga zitten pulken. Maar wanneer het hele eigeel er in één keer netjes uitvalt, ja, heb ik wel een geluksmomentje. Maar ja, ik vind het wel lekker, een eitje op brood. Gekookt eitje. Ik hou meer van gekookt dan van gebakken. En jullie? Ik vind, weet niet, bij een gekookt eitje blijft hij wat flubberiger. Dat klinkt heel vies, maar nou ja, ik weet niet. Een gebakken eitje. Oeh, smaakt ook echt anders. Waar is eigenlijk mijn telefoon? Dan ga ik eventjes. Trappie, ja, slasaus vind jij ook lekker. Mag niet! Dan zet ik eventjes iets leuks op tv terwijl ik eet. Ik heb Prince Charming gekeken. En ik vind de show op zich echt superleuk. Maar ik krijg altijd een soort van kortsluiting omdat ik gewoon niet begrijp dat iedereen voor die ene man gaat. Terwijl je bent allemaal in principe een potentieel voor elkaar. Je valt allemaal op mannen. Wie beslist er dan dat deze jongen de uitverkorene is en dat iedereen voor hem moet gaan? En waarom doen ze dat dan ook nog? Is die zo bijzonder? Wil je daarmee eigenlijk zeggen dat alle andere kandidaten niet zo bijzonder zijn als de prins zelf? Ik begrijp dat gewoon niet. Ze kunnen toch allemaal voor elkaar gaan? Het zou in principe één grote datingshow kunnen zijn. Ja, ik heb gewoon moeite mee. En dan terwijl ik dat kijk, ga ik dan dus ook stiekem zitten beoordelen of er misschien andere mannen zijn die op elkaar vallen. Dat ik denk, hebben we nog een beetje juice? Of ja, ik. Waarom is hij degene die mag beslissen of het wat wordt, ja of nee? Waarom moet iedereen voor hem gaan? Kijk, hoe heet dat? The Bachelor denk ik nog van, weet je, dat is dan vaak een semi-bekend iemand of een bekend iemand. Wil, dan kan ik me voorstellen dat jij je leven lang hebt gedacht, Tony Junior, wat een lekker ding, daar wil ik voor gaan. En dan kom je daar met vrouwen waar je ook niet op valt. Dus er is helemaal niet een kans dat jij met een van de andere deelnemers er vandoor gaat. Maar dat heb je hier wel. En dat vind ik verwarrend. Ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. En dan krijg ik gewoon kortsluiting in mijn hoofd. Maar ja, het is wel weer goed vermaak. Dus ja, het echte meisje in de jungle is begonnen, zag ik.
Dus dat ga ik ook, denk ik, gewoon even een kans geven. Ik weet niet of het echt iets voor me is, maar we gaan het wel zien. Ik had vanochtend even deze twee jurkjes aangedaan. Omdat het potentieeltjes zijn voor dit weekend. Alle twee op Vinted gekocht, maar nog niet aangehad. Ook wel alle twee een beetje zomers. En je raadt het niet, maar dit weekend ben ik het hele weekend vrij. Want zaterdag heb ik vrijgevraagd omdat ik met ME uitga. En vrijdag heb ik aangegeven dat ik dus niet meer wil werken omdat ik bij mijn opa en oma wil zijn. Nou weet ik niet of dat nu gaat gebeuren natuurlijk. Dus ja, vreemd. Ik heb een beetje mini vakantie. Natuurlijk vlog ik gewoon en gaat dit gewoon door. Maar ja, qua horeca ben ik vrij. En het is lekker. Vind ik fijn. Ik vind het ook leuk om te gaan stappen. Want er gaat een verandering plaatsvinden. Niet dat het heel veel uitmaakt voor jullie. Maar voor mij wel. Het gaat namelijk veranderen. Het feest gaat waar het nu zit weg. En gaat verhuizen naar het gelag. Alleen op zaterdag. De vrijdagen komen te vervallen. En het is best wel een grote verandering. En ik moet zeggen dat ik er heel erg aan moest wennen. Omdat het feest echt mijn hart heeft gestolen. En ik heb daar echt een soort van mezelf ook weer heel groot deel teruggevonden. Ik heb onwijs leuke collega's leren kennen. En ik weet dat al die mensen allemaal meegaan. Maar ja, het wordt wel anders. Want het wordt een andere locatie. En waar het feest dus zeg maar nu is. Wordt dan het dubbel het dak. En het dak is wel echt een ander soort kroeg. Het dak is wel echt 18 plus. Hele andere muziek. Dus ja, dat is niet echt mijn ding. Maar ja, ik bedoel, het is iets goed recht. Het zijn zijn zaken en hij mag ermee doen wat hij wil. Maar ik vind het wel, ja, ik moet er wel even aan wennen. En ik ben heel benieuwd of wat we nu hebben opgebouwd in het feest, of we dat mee kunnen krijgen naar het gelag. Ik ga er natuurlijk alles aan doen. En ja, Sietse weet echt wat hij doet hoor. Dus ik heb er ook volle vertrouwen in. Maar ik ga het wel missen zoals het nu is. Dus ik moet ook extra genieten van hoe het nu is. En daardoor vind ik het ook extra leuk dat ik nu nog een keertje vrij ben. En met ME dan echt gewoon los kan gaan zonder te werken. En dan daarna heb ik volgens mij nog 1 of 2 keer werken. Ik denk 2 keer. 11 februari is de eerste keer in het gelag. Dus ja, dan ga ik zeg maar van het diner draaien in het gelag over naar het feest in het gelag. Dus dan ben ik nog maar op 1 locatie. Het is wel, ik moet er echt nog aan wennen. Ik ben heel benieuwd. Maar ja, het blijft natuurlijk, het blijven dezelfde mensen, dezelfde DJ's. Dus in principe gaat het feest net zo goed door, net zo leuk, wordt het net zo fantastisch. Alleen een andere plek. Ik ga even richting Primera, want daar ligt een pakketje van mij voor samenwerking. En die wil ik in ieder geval in huis hebben. Of ik er nou vandaag al wel wat mee ga doen of niet, maakt niet zoveel uit. Denk het niet trouwens. Maar dan heb ik hem in huis. En dat vind ik fijn. Heel even denken, ik moet toiletpapier hebben. Dit is mijn allerlaatste stukje rol. Die kan ik halen. We hebben nog meer nodig. Vanavond ga ik kipburgers eten. Oh. Ik kreeg dus, dit is echt een ultiem geluksmomentje voor mij. Omdat ik een soort van altijd best wel een druk voel als influencer van, als ik iets aanbeveel, dan wil ik ook dat mensen er echt blij mee zijn. Kipburger. Want ik wil altijd eerlijk zijn. En ik ga niet zeggen dat ik iets goed vind als ik het niet vind. En zo ook met de stofzuiger waar ik echt iedere dag mega veel plezier van heb. En ik kreeg dus een berichtje van iemand die zei, ik heb de stofzuiger gekocht naar aanleiding van jouw video. En ik ben er zo blij mee. En dan komt er echt een soort van geluksgevoel en een soort van druk valt er dan van mijn schouders. Dat ik denk, zie je wel, ik heb echt eerlijk gezegd dat ik me goed vond. En nu is iemand anders er ook blij mee. Want het is best wel een uitgave, weet je. Dit ding was €150 volgens mij. Denk je, als je die uitgeeft omdat ik het zeg, dan wil ik ook dat het goed is. Oh, dus nou, en ik vind het ook zo leuk om te horen als mensen dan iets kopen omdat ik het zeg. Dus ik voel daar echt een grote verantwoordelijkheid in. Dus ik zeg het niet, je mag me echt vertrouwen. En ja, weet je, het is echt fijn stofzuiger. Ik wil jullie nu niet allemaal die stofzuiger helpen hoor, want die samenwerking is voorbij. Maar echt, ik heb er iedere dag nog plezier van. Ik heb heel even een slokje voordat ik ga lopen. En meestuurt, ga jij even zwemmen vanavond? Natuurlijk ga ik zwemmen, ik ga toch iedere dag zwemmen bijna. Vrijdag en zaterdag niet. Gisteren ben ik ook geweest. Ik heb nog fruit,
zou nog een torsje bananen mee kunnen nemen. Ik heb nog appels en sinaasappels. Ik heb nog afbakbroodjes. Ik heb nog krentenbollen. Ik heb nog pindakaas. Ik heb best wel veel. Nee, ik denk dat ik gewoon voor wc-papier en... wat zei ik nou? Bananen. En dan mijn pakketje ophalen. Oeh, ik had even een andere jas aangedaan, want toen ik in de galerij liep, toen zag ik dat het regende. En de jas die ik aan had, had geen capuchon. Oeh, dan ging mij naar mijn hebben en houden. Maar, het was super toevallig. Want terwijl ik er naartoe liep, kreeg ik een berichtje in de familie-app dat mijn opa op de uitslaapkamer ligt. En dat hij wakker werd en dat het eerste waar hij om vroeg was Campina Slagroomvla. Dat is helemaal zijn ding. En toen kwam ik in de supermarkt mijn oom tegen. Ik zeg, 3 keer raden, Campina Slagroomvla zeker. En hij zegt, ja zeker. Ik zeg, nou geef hem een dikke kus van mij. Dus hij gaat er zo heen met mijn oma. Dus ik denk dat ik er dan vandaag niet heen ga. Maar ik laat me maar een beetje door de rest leiden. Zo, ik weet niet waarom, maar ik had er echt een looppas in waar je u tegen zegt. Ik denk toch door de regen, maar niet nodig. Even kijken. Hoppatee. Ik heb uiteraard meer gekocht dan nodig. Ik kwam een aantal dingen tegen. Dit is het pakketje, dat is verder niet zo interessant. Dat is een nieuwe gezichtsverzorging die ik ga uitproberen voor Instagram. Ik zag deze staan. En deze hebben wij bij het feest ook gehad. Het was een soort van uitprobeersel volgens mij. Ik weet niet of de vertegenwoordiger hem gratis heeft gegeven of dat het een try was. Maar we hebben hem in ieder geval niet meer. En dit is amazing. Deze Rocket Shot smaakt naar Pornstar Martini. Mijn favoriete cocktail. Hij heet Orange Star. En hij was dus nu 25% korting. En ik dacht eerst, ik neem alle 5 de flessen. Maar dacht ik, nee, dit slaat nergens op, want ik drink eigenlijk nooit thuis. Dus, maar nu voor zaterdag. Ik weet dat Emmee hem ook heel lekker vindt. Het is eigenlijk een shotje, maar je kunt hem ook mixen. Ik heb dat vaker gedaan. Dan mix ik hem met spa rood. Ik vind dat echt heel lekker. Ja, je zou bijna gewoon je hele glas hiermee vol doen. Maar het is 14,7%. Dus ik denk dat als je hier glazen van gaat drinken, dat het iets harder gaat dan goed voor je is. Maar ik kon het niet laten. Ik dacht, dat vind ik leuk. Dan heb ik ook nog croissantjes. Had ik ineens zin in. Toiletpapier, wat ik echt nodig had. En ik heb nog bananen. Oh nee, en ik heb nog 1 ding. Paprika poeder. Voor vanavond voor over de aardappels. Want dat vind ik dus heel lekker om over de aardappels te doen. En ik heb er eentje staan. Die heb ik toen met mijn moeder. Kijk hoor, waar is die nou? Staat die hier? Oh, die staat hier. Volgens mij bij Dille en Camille gekocht. En hij was volgens mij ook best wel duur. Maar ik vind hem niet lekker. Het is een soort van, nou ja, dit is hem. Dus ik neem die wel mee naar mijn moeder, want die maakt hem wel op. Maar er staat smoked paprika powder, maar ik vind hem echt niet naar paprika poeder smaken. Ik weet niet. Ik vind het gewoon niet lekker. Dus dacht ik, ja, ik kan hem wel gaan gebruiken terwijl ik hem niet lekker vind. Maar mijn moeder gebruikt alles. Dus dan koop ik wel eventjes gewoon de normale die ik altijd had. Nou, dat is mooi. Oeh, man, wat een rot weer. Het wordt ook weer heel koud deze week. Ik ben er niet echt klaar voor, maar ja, we zullen het moeten accepteren. Zal ik hem in de koeling zetten? Zal het lekker zijn? Ja? Maar ik ga eerst een foto sturen naar mee. Try to fight it, but you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming for someone you love. Jullie mogen 3 keer raden wie er weer niet goed getimed heeft en haar snijbonen nog niet klaar zijn. Zat jij nou met dat pootje naar mijn kippenburger te grijpen? Dat kunnen we niet goedkeuren. Dus ik ga dit voor eens lekker opeten. Het is weer tijd om een half uurtje te gaan zwemmen. Ik kreeg super veel vragen naar aanleiding van de laatste foto's. Van de before en na foto's. Hoe zwem ik dan en hoeveel zwem ik dan en welke slag doe ik dan? Jongens, echt, zo easy peasy als het maar kan. Schoolslag. Niks, geen borstkral, vlinderslag. Echt. Soms denk ik wel eens, ik zou het wel willen proberen. Maar ja, ik weet niet, dan zou ik eerst daar echt een beetje video's over willen kijken. Of aan iemand willen vragen hoe dat eigenlijk moet. Want ja, als je het verkeerd doet, dan kan je ook al snel je schouders verkeerd gebruiken. Maar ik vind het lekkerste aan zwemmen dat ik het zo gedachteloos kan doen.
En ik denk dat ik het daarom ook zo makkelijk mogelijk voor mezelf maak door gewoon simpelweg een schoolslagje te doen. En over het algemeen ga ik denk ik gemiddeld 3 uur per week. Meestal 5 dagen en dan af en toe eens een keer een uurtje, maar meestal gewoon een half uur. Gisteren ben ik een half uurtje geweest, zondag ga ik soms ook niet. Maar vrijdag en zaterdag ga ik sowieso eigenlijk niet. Dit is ermee. Het is weer drama. Oh, die is er dus al. Ja, het parkeren is de laatste tijd echt heel erg. Ja, het is sowieso super druk. Ach, Tijg, wat lig je lekker. Dus, schoolslagje, half uurtje. Uurtje of een keer of 4, 5 in de week. And that's it. En meer heb ik echt niet voor gedaan. Ik ben ook niet heel anders gaan eten. Ik eet nog steeds patat en pizza. Frikandelbroodjes. Het is echt het bewegen wat het verschil heeft gemaakt. Ach, jongens, het was echt verschrikkelijk. Het was zo druk. Het was echt schoppen afgeschopt worden. Dus na een half uur keken we elkaar aan. Ik zei, wat denk jij ervan? Ze zegt, nou, we denken hetzelfde. Niet te doen. Echt. Oh, al die mensen met die goede voornemens. Ik hoop ergens toch een beetje dat ze aftaaien. Terwijl eigenlijk vind ik gewoon dat ze goed hun best moeten doen. Maar dit, of ze moeten er een stop op zetten of zo. Want het was nu gewoon te druk. Het was echt... Dit is het drukste wat ik ooit heb meegemaakt. Dat je gewoon letterlijk zowel van voor als van achter, als onder de zijlaan door van de andere kant geschopt wordt. Het ging echt nergens meer over. Ik merkte ook gewoon dat ik een beetje gefrustreerd raakte. Oh, dit had ik zo hard nodig. Lekker blistekje. En toen dacht ik... Ik had ineens echt... Wat praat ik eigenlijk hard? Hoe komt dat? Waarom? Sorry. Ik had ineens echt de urge voor chocola. En ze hebben dus zo'n vendingmachine met M&M's en alle shit erin. En mee doet dat dus af en toe wel eens. En ik eigenlijk nooit. Omdat ik dan thuis gewoon nog die mousse heb staan of die stracciatella. Maar nu had ik niks. Ik heb vanmiddag gewoon ook niks lekkers gehaald. Dus ik dacht... Ik ga lekker chocola halen. Oeh, goed gevangen. Nou, 3 keer raden. Hij deed het niet. Dus ik ga maar een croissantje eten. Niet die zoete behoefte echt voldoen. Maar ik heb ook echt niks. Wat is dit? Oh ja, proteïnebar. Daar heb ik dan weer echt net geen zin in. Die zijn wel lekker trouwens, die brownie. Maar ze hebben wel echt een proteïnesmaak. Die niet vervelend is, maar die gewoon... Ja, die het zoete er een beetje afhaalt. Ja. Dit werkt niet. Ik merk het nu al. Ik merk nu al dat het niet voldoet aan waar ik zin in heb. Ja, ik heb geen keus. Ik heb niks anders. Ik heb nog een beetje shit. Klein beetje nog. Ik had nauwelijks meer. Zit zien? Ja, volgens mij wel. Nog tot hier. Neem ik mee. Zet ik een filmpje op. Is het weer mooi geweest. Met mij vandaag. Hoe laat is het? 8:50. Ja, dat is wel lekker. Normaal ben ik dan richting 9:30 thuis, weet je wel. En dat voelt al als bedtijd. Nu niet. 3 keer raden wie er alsnog aan de proteïnereep zit. Omdat ze gewoon... Ja, hij smaakt wel naar chocola. Ik moet zeggen, dit doet het beter dan het croissantje. Ik ga hier toch wel van genieten. Ingerold. Helemaal schoon. Klaar om te slapen. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.